9 september 2018, een zondagmiddag, prachtig weer en ruim 60 pop-up stores, om het zo maar eens te noemen. 60 huizen waar je een snuffelroute kunt volgen, waar mensen hun spullen te koop aanbieden. Voor een leuk dagje uit, voor een goed doel, voor allerlei mogelijkheden. En wij van BD1 maakten impressie. Kijkt u mee? En dan staan we nu in de tuin van Hanny. Hanny, het lijkt wel een beetje CNA hier. Ja, dat zo zou je het kunnen zeggen. Het is een mooie gelegenheid om ruimte te maken in mijn kast. Ja. En dat voor iemand van het CDA. Precies. Ja, met groene ballonnen ook nog, hè? Ook nog. Dus niet CNA, maar CDA maken we ervan. Ja. Ja. Hey, ook jou hebben we gevraagd, van, is er een voorwerp waar een verhaal achter zit en dat je het toch wegdoet? Ja, ja. Ja. Nou, dit vest. Dat lijkt wel een jas. Ja, je kan het ook als jas gebruiken. Maar ja, ik trek die jas nu uit. Zeg maar, hè. Wat is het verhaal? Het verhaal is dat ik dit vest had ik aan toen ik voor het eerst in Millingen kwam, 8 jaar geleden. En ik had eigenlijk geen idee waar ik terecht kwam. Maar ik woon er nu nog steeds, dus het is goed gekomen. En inmiddels ben ik getrouwd met een man waarvoor ik dit vest had aangetrokken. Okay. En zit het helemaal goed en denk, nou weet je, het wordt tijd om nieuwe dingen te kopen. Ja, die relatie zit wel goed, dus ik kan er afscheid van nemen. Hey, mooi verhaal, maar ik bedoel, hoe groot is jouw kledingkast wel niet? Ja, dat wil je echt niet weten. Nee. Ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten. Maar voor de mensen die dit pand kennen. Dit was ooit een pand met een studio. Mm-hmm. En de volledige studio, moet ik bekennen, is nu mijn kast. Ja, inloopkast. En ik wou vragen schoenen, maar dat zie ik ook schoenen. Ja, ik kom uit de mode. Ik kom uit Rotterdam en mijn familie had 30 confectiewinkels. Mijn zusje heeft in de klas gezeten met Mart Visser, doet ook van alles in de mode. Okay. Dus het is een beetje genetisch bepaald. Ja. Erfelijk. Ja. Hey, ik vraag iedereen ook van de opbrengst. Wat ga je ermee doen? Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Nee, ik vond het gewoon leuk om eens te kijken hoe we Millingen beter op de kaart kunnen zetten. En om ruimte te maken in mijn kledingkast. Mm-hmm. Dus het is een beetje afhankelijk van wat we allemaal verkopen. Maar sowieso iets leuks, iets gezelligs. Oké, nou nog een fijne middag. Dankjewel. En tot ziens. Ja, heel graag. Dankjewel. En dan staan we nu in de Zalmstraat nummer 9, het huis van Gerard van Kuik. En Gerard, een hoed op en een tas. Verkoop je ze alle twee? Als het moet en als het kan, verkoop ik ze beide. Ja, maar we zijn eigenlijk hier vanwege die tas, hè? Ja, prachtig tas. Er zit een verhaal achter. Nou, er zitten een hele hoop verhalen achter. Want ben ik 40 jaar mee naar de basisschool in Millingen gegaan. Mm-hmm. Dus 40 jaar onderwijs zit hierin. Ja. Heb je die tas toen als cadeau gekregen? Ik heb hem voor mijn verjaardag toen van Bernadette gekregen. Mm-hmm. En hij heeft jarenlang heel goede dienst bewezen. Ja. Hoe omschrijf je 40 jaar onderwijservaring? Nou, ik ben hier in Millingen gekomen. En ik dacht van nou, maar eens kijken hoe dat het hier bevalt. En als je dan toch 40 jaar blijft hangen, dan is het toch wel bevallen, dacht ik. Ja, ja. Ja. Een kind 40 jaar geleden en een kind nu? Niet veel verschil. Kind is een kind. Mm-hmm. En ik zeg niet dat alle ouders ook hetzelfde gebleven zijn, maar een kind blijft een kind. De ouders zijn veranderd. Ik denk het wel, ja. Dus meer ouders die zich op school mee gingen bezighouden met inhoudelijke stukken, zeg maar. Ja, ja. Ja, toen kwam eigenlijk toch wel een beetje de vragen bij ons boven, van moet dit allemaal zo? Ja. Ja. Hey, maar die tas, die hou je toch? Dat is een herinnering. Ja, maar je moet op een gegeven moment moet je ook afscheid kunnen nemen van dit soort zaken. Het zijn maar uiterlijke zaken. Mm-hmm. Die inhoud van die tas, die zit ook echt wel hier. Ja. Dus hij is letterlijk ook leeg? Hij is ook nu leeg. Ja. Helemaal leeg. Tegen ieder bod? Aannemelijk, hè? Aannemelijk bod.
En dan begin je bij 5 euro en dan is die voor jou. Nou, bij deze, afgesproken. Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik hoop je er veel plezier mee hebt. Dankjewel. En dan zijn we nu bij de buren van Ineke en Gerard. Bij Brigitte, ja. Zeg ik het goed? Ja, zeg je helemaal goed, ja. Ik vroeg je een voorwerp uit te zoeken en je kwam hiermee. Wat is dit? Ja, ik moest even denken, maar inderdaad, nou kwam ik met deze grote doos tevoorschijn. Een poffertjespan. Inmiddels is dit een elektrische poffertjespan. Wie kent zo'n poffertjespan natuurlijk niet. Maar dat was ideaal voor kinderfeestjes en... eigenlijk ook tussen de middag als de kinderen dan thuis kwamen van school en ze zin in iets lekkers hadden. Ja. Dan kwam deze poffertjespan tevoorschijn. En de kinderen zijn nu een andere leeftijd. Waarbij en ze lusten geen poffertjes ze meer. Ze lusten nog steeds poffertjes. Alleen de poffertjespan die hoeft dan niet meer tevoorschijn te komen. Dan gaan er andere dingetjes die we gaan halen voor tussen de middag. Zoals? Zoals dan is het een tosti of een sausijzen broodje, een hele andere categorie. Kun je ook zelf maken, maar niet met een poffertjespan. Hè? Nee, daar maar wegdoen die pan. Ja, wegdoen. Ik denk ik hoop dat ik daar andere gezinnetjes mee blij kan maken. Dat ze ook met een leuk kinderfeestje deze pan tevoorschijn kunnen halen. En dan, net als wat wij hadden, grootste schik. En de kinderen kunnen zelf koken op deze manier, maar. Ja. Hey, wat moet het opbrengen? Nou, gezien de goede herinneringen, ik zeg 2,5 euro en dan hoop ik dat iemand blij mee maakt. En dit dan misschien over een paar jaar ook kan vertellen achter deze microfoon. Ja. Hey, tot slot, waar gaat de opbrengst eigenlijk naartoe? De opbrengst, nou ik heb 2 kinderen en we hebben gezegd, een ervan die is nou aan het helpen. Ik zei, Helle, als jij, gezien wat we hier opbrengen, is ook een groot deel van hun speelgoed en dingetjes. Ik zei, dan mogen jullie er iets leuks mee kopen en dan vind ik dat wel leuk. Okay. Want zij helpen er ook mee. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En dan zijn we verhuisd naar de wethouder Koenenstraat. En daar zien we moeder en dochter met Pinkeltje. En dan komen toch een herinnering naar boven, hè mevrouw? Ja, inderdaad. Ja. Die heb ik heel veel voorgelezen. En later hebben ze zelf gelezen. Dus ze zijn al wel oud, maar ze zijn er nog heel goed uit. Ja. Las u Angelique voor aan de rand van het bed? Ja. Altijd op een vaste tijd? Ja. Als ze naar bed toe ging en dan werd er voorgelezen. En ging Angelique graag naar bed? Nee. Maar ze luisterde wel graag naar de verhalen van Pinkeltje. Ja, inderdaad. Ja. Dus, een heleboel mensen in deze tijd weten niet meer wie of wat Pinkeltje was. Nee. Kunt u Pinkeltje omschrijven? Ja, Pinkeltje was eigenlijk een... Kun je hem even laten zien, hè? Ja. Kijk. Pinkeltje was een heel klein kaboutertje. En zo groot als een pink. En daarom heette het ook Pinkeltje. Oké. Okay. En die maakten van allerlei avonturen mee. Mm-hmm. Dus ze zijn in de aanbieding. Dus we hebben er wel een stuk of 10. En dus. Angelique, las jij Pinkeltje voor aan jouw zoon? Nee. Wel iets anders? Ja, wel iets anders. Geronimo. Op het moment is helemaal Geronimo, Stilton en zo. Oké. Okay. En dat vind ik een verschrikkelijk boek. Ja, maar dat is dan van deze tijd, zeggen ze. Ja, juist. Het is van deze tijd. Ja. En die heb ik ook nog voorgelezen bij Ries. Maar nee, ik vond het niet... Nee. Geef mij mijn Pinkeltje. Maar ja, het is van de oude stempel. Ja. Hè? Maar ja, u doet ze toch weg? Ja, ze liggen er al zo lang. En ik dacht, misschien kan ik er wel een ander plezier mee doen. Ja. Dus, ja. Zeg, en wat gaat met de opbrengst van deze middag hier gebeuren? Nee, die gaan naar Ries. De boeken gaan voor Ries. En die gaat in zijn spaarpot en die is voor aan het sparen. Maar waarvoor, dat is me elke keer een raadsel. We hebben hier dus een erfstuk in handen. Ja. Oké. Okay. Dus de derde generatie. Ja. En Ries die krijgt dan de centjes ervoor. Oké. Okay. Zeg, hartelijk bedankt. U wilde niet, nee. Maar u komt toch op internet. En nog heel veel plezier vanmiddag. Ja, dank u wel. En dan staan we een stukje verderop in de wethouder Koenenstraat. En dan sta ik tussen Daisy, mama en dochter Lies. En allemaal carnavalskleren hierachter. Ja. En je hebt iets in de hand, Lies. Vertel eens. Dit is een zebrapak. Ik heb er 2 kindercarnavalswedstrijden mee gewonnen. En Els ook nog eentje, mijn zusje. Dus dat is een aardig verhaal. Bij de kindercarnaval krijgt het kind met het leukste verkleed krijgt altijd een prijs. En
Dat was ik dus 2 jaar. Was je hoofd bijvoorbeeld ook met zebrastrepen versierd? Ja, dat deed mama in de ochtend bij me sminken. Zo allemaal zwarte strepen en helemaal wit maken. En hoe voelde je je als zebra om door het dorp te gaan? Ik was helemaal trots. Ik was een trotse zebra. Hey, je zusje ook gewonnen daarmee. Ja. En als die andere kledingstukken zie wapperen in de wind, zit er ook eentje tussen waar je zegt van even laten zien? Of mama misschien? Wat? Heb je die allemaal zelf gemaakt? Nee, allemaal zelf gekocht, gekregen. Mm-hmm. De poespak heb ik gemaakt. Pak eens. Met een rok met een staart. Maar die ziet er niet meer zo fraai uit, maar die is veel gedragen, zeg maar. Dat ja, was dat ook kun een, je zien. Ja, ook verkleedpak. Dus het was hele jaar waren we daar druk mee, zeg maar. Dus, maar we gunnen het nou iemand anders. €2,50, dan kan iemand anders een poes zijn. Oké. Okay. Hey, gesproken over €2,50. Wat gaat met de opbrengst gebeuren, Lies? We gaan naar de Efteling. We hebben kaartjes al klaar liggen. En dan gaan we met de opbrengst gaan we naar de Efteling. Gaan we leuke dingen doen daar. Nou, allemaal hier naartoe komen. Dan kunnen zij naar de Efteling. Alles kan. Alles kan. Ja, dat is wel lastig. En dan is de cirkel rond. Een paar weken geleden was ik hier bij Femke van Kuik achter de tuin. Interviewtje heeft u kunnen zien op BD1. En nu staan we in de voortuin. En Femke, ik geloof wel dat dit een succes is, hè? Ik geloof het ook. Ja, we hebben een hartstikke lekker weer. Mensen zijn enthousiast. We hebben ook echt wel een beetje een constante stroom. Mm-hmm. Dus ja, wat mij betreft volgend jaar weer. Ja. Een paar weken geleden, wat ik zei, achter in de tuin, dat interview, toen stond het op 30-31. Hoeveel deelnemers is het totaal geworden? We zijn geëindigd op 69. Een mooi getal. Ja. 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 Hey, komt dat nou aan de aanleiding van dat diepte-interview wat ik met jou had? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, ik ook. Ja. En misschien een beetje promotie op Facebook. Denk ik ook. Hey, wat ik vergeten was om je te vragen, en daarom ga ik het nu spontaan vragen. Welk voorwerp is hier waar je een verhaaltje over kunt vertellen en dat je toch weg doet? En dit is dan een voorwerp waar een verhaal achter zit en dat je toch weg doet. Wat is het? Ja, hoe krijg je het verzonnen? Het is een, en niet een gewone, een luxueuze popcornmaker. Een luxueuze popcornmaker. En hij is zo groot dat je er echt met moeite één schaaltje uit kunt fabriceren. En de kinderen vinden het heel leuk. Maar ik heb hem dus ooit gewonnen. Gewonnen? Ik wou vragen, waarom heb je hem gekocht? Nou ja, gewonnen. Ik heb hem gewonnen met een oud en nieuw feest. En elk jaar kom ik dat ding dus tegen in de kast. En dan denk ik, oh ja, ik heb een popcornmaker. Maar het lekkerste is gewoon uit de pan met de zonnebloemolie. En die, maar dit is een heel... Eigenlijk moet ik zeggen dat het een heel leuk product is. Maar dat is het niet. Nee, het is gewoon totaal niet handig. Nee. En toch verkopen. Ja, en toch. Ja, met pijn in mijn hart gaat hij weg. Oké. Okay. Ja. Hey, volgend jaar weer de, hoe heet het weer eens? De snuffelroute. De snuffelroute. Harry, jeetje. Ja. Nou, ik vind het wel heel leuk. Mm-hmm. En je merkt gewoon, de reacties zijn goed. De mensen vinden het leuk. En we hebben echt ook alleen maar... Ook via Facebook contact gehad met de deelnemers. Mensen vinden het gewoon zo'n leuk initiatief. Mm. En je zet er toch meer neer dan je eigenlijk zou willen. En dan hoop je eigenlijk niet dat het dat iemand ervoor komt. Dat je het weer terug kan zetten misschien. Ja. Mm. En je merkt ook, ik had net een vrouw die zei... als je op een rommelmarkt loopt, dan ga je echt van kraam naar kraam. Dan kijk je eigenlijk helemaal niet naar die mensen die erachter staan. En nu sta je bij iemand op zijn oprit. En dan voel je je toch geneigd om even hoi te zeggen. Ja, ja. En die hoi, die gaat vanzelf over in een praatje. Ja. En dat is natuurlijk ook wel de insteek. Van laten we alsjeblieft een beetje lekker met elkaar in gesprek gaan. Hey, tot slot. Wat gaat er met de opbrengst gebeuren? Nou, er zijn er dus een paar die hebben gezegd... ik geef de opbrengst ook aan een goed doel. Wij moeten de financiële balans nog opmaken en wij geven het restant wat wij overhouden aan de Stichting Beurs voor een Kind. Okay. Dus dan blijft het ook in het dorp. Mm-hmm. Oké, okay. Ik zou zeggen tot volgend jaar. Ja, graag. Helemaal leuk.